fase in wat de heer Piket heeft willen nalaten, is kunstenaars te ondersteunen die echt impact hebben op de stad Den Haag. Dus dat hebben we ook echt als hoofdcriterium genomen. En wij zijn gaan zoeken in de stad Den Haag naar die jonge toneelkunstenaars. En dan degene die voor mij het eerste opvallen in de stad is Firma Mes. Ja, ze zijn heel erg zichtbaar ook in de stad. Hè? Naast dat ze in het theater spelen, spelen ze ook op locatie. Ja. En dan ben je ook letterlijk meer zichtbaar. En allerlei unieke locaties. Deze? Met dat hele sexy plaatje? Met dat hele sexy doet het goed, hè? Nee, blijkbaar sexy. Nee, maar ze zijn sexy. Ook als je naar hun website gaat, ze zijn sexy. En ze maken het theater toegankelijk voor jonge mensen. L heeft geen relatie meer. Oh. Dus het is uit met Job. Vind ik niet leuk. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gelet op kwaliteit. En wat is dan kwaliteit? Want dat is zo'n breed begrip. Wij hebben echt gezocht naar uniciteit. Ik denk deze maker heeft iets heel eigens. Is daarin ook vernieuwend. En drukt daarmee gewoon een heel eigen stempel op dat culturele landschap in Den Haag. En daar hebben we er twee van gevonden. Ja, en dan denk twee ik heel erg. Excentrieke buitenbeentjes. Aan Nick van den Berg, performer. En treedt op met zijn band F, maar ook solo performances. Ja, het is een performer en hij doet me nog het meest denken aan iemand als David Bowie. Of bijvoorbeeld Sven Ratske, een Nederlands theatermaker. In die richting moet je het meer zoeken dan het klassieke toneel. Goed, dan hebben we nog Karel van Laren. Hij bouwt theatrale constructies. En dat doet hij gewoon heel intelligent. Hij bouwt dingen waar je in eerste instantie van denkt, dit kan niet. Of zoals? Dat zou ik in elk geval. Nou ja, zoals deze, de Fashion Clash. En waar normaal de modellen over de catwalk lopen, zet hij ze op hun hoofd en trekt ze aan een kabel over de catwalk. Hij heeft zelf in Taiwan een film gemaakt waar hij zichzelf op deze manier aan een kabel door de hele stad liet slepen. En die film hangt in musea, lijkt gemanipuleerd, maar daarom want hij heeft een soort tweedehands pak gekocht. En dat hangt naast die film om echt om het publiek duidelijk te maken van ik heb me werkelijk door Taiwan laten slepen. Ja, dat maakt deze jongen uniek. Dus hij combineert eigenlijk beeldende kunst, performance met... Ja, je kan niet blijven hangen bij de Shakespeare en de kostuumdrama's. En ze hebben heel lang geprobeerd om van binnenuit dat theater te vernieuwen. En wat ik vind met zo'n Nick van den Berg, Karel van Laren en in zekere zin met Firma Mes ook. Zij proberen gewoon theater opnieuw uit te vinden. Ja. En daarbij echt gebruik maakt van de kracht wat theater heeft om door een live ervaring een echte impact te maken op je publiek.